Simmers, welkom bij een nieuwe video. Dit keer een compleet nieuw project genaamd Perseel Pulse. Dus geen kastvideo zoals jullie normaal van mij gewend zijn, maar een speedbuild. Al is het eigenlijk meer een speed makeover. Want Perseel Pulse is een makeover project. Ik kies huizen die in het spel staan om een makeover te geven. En voor mij is dit het huis om te gebruiken voor de eerste video, want dit is het huis waarmee ik voor de allereerste keer The Sims 4 heb gespeeld. Toen ik 2 jaar geleden The Sims 4 voor het eerst installeerde op mijn computer, toen begon ik meteen aan mijn verhaal levenslijn. Daar ben ik nog steeds mee bezig en inmiddels bij generatie 3. Maar de erfgenaam van generatie 1 heb ik dus ooit in dit huis gestopt. En ik vond het huis altijd een beetje krap van binnen. Je hebt best wel veel ruimte. Het huis is niet heel erg klein of zo. Maar gewoon hoe de indeling is gemaakt vond ik best wel krap. Je hebt de keuken en heel veel loze ruimte in de keuken. De keuken was wel groot, maar er was best wel veel ruimte die niet echt goed gebruikt werd. En vervolgens had je een kleine woonkamer en een kleine slaapkamer met een badkamer ertussen. En dat gedeelte van het huis voelde best wel klein en opgepropt. En nu heb ik het huis dus helemaal gestript. Alle tussen binnenmuren eruit, alle inboedel eruit en sommige ramen zelfs vervangen. En alles staat dus nu ook op een andere plek. De slaapkamer is naar de andere kant van het huis verplaatst. En de woonkamer en de keuken zijn samengevoegd, zodat je een hele mooie woonkeuken krijgt. Lekker ruim en door de grote ramen oogt het ook ruim. Ik heb bij dit huis wel me eraan gehouden dat het was een starterswoning en het is het nog steeds. Dus ik moest me houden binnen het budget van 20.000 simoleons. En dat vind ik best wel lastig om zelf in de gaten te houden. Dus ik heb een sim met het basisbudget in het huis gezet. En die heb ik lekker op vissen gaan sturen, zodat ik dit huis kon verbouwen. En vervolgens heb ik dus eerst alles weggehaald. En met dat geld wat ik daarmee verdiend had, heb ik dit huis een nieuwe indeling gegeven. Nieuw behang, nieuwe meubels. Alleen aan het begin was ik niet heel erg goed aan het opletten op het basisbudget. Ik wist wel, ik moet voornamelijk de goedkope spullen uitkiezen. En bij de keuken was ook mijn eerste intentie om de goedkope aardigblokken te kiezen. Maar daarmee zat niet de kleur. Daar zat niet echt een kleur bij waarvan ik dacht, ja, die wil ik. Dus uiteindelijk ben ik toch voor een iets duurder aardrechtblok gegaan. En toen klaar was met de keuken, toen dacht ik, oh, ik heb nog maar 6.000 simoleons over. Dus de rest van het huis heb ik redelijk basic ingericht. En ik dacht, als ik aan het einde nog geld over heb voor accessoires, doe ik dat dan wel. Zoals je kan zien heb ik in de slaapkamer daardoor voor een hele creatieve oplossing gekozen. Ik heb dus niet schilderijen gekozen, maar het hele grote muurgraffiti stuk, zodat je zelf een hele mooie muurschilderij kan maken. Dus nu ziet de muur er nog kaal en grijs uit. Maar zodra er een sim in woont en er lekker mee aan de slag kan gaan, kan er een heel mooi kunstwerk uitkomen. En ziet de kamer er toch leuk en creatief uit en niet kaal. De badkamer heb ik heel simpel gelaten. De woonkamer is ook redelijk simpel. En aan het einde heb ik hier en daar toch wat kleine details kunnen toevoegen. Helaas heb ik niks kunnen doen aan de buitenkant van het huis. Ik had nog een leuke barbecue hoekje willen maken. Maar toen ik klaar was met de binnenkant, nou eigenlijk was ik nog niet klaar met de binnenkant, maar ik had gewoon geen geld meer. Ik had er maar 3 simoleons en daar kan je echt heel veel meer van kopen. Dus de buitenkant is gewoon hetzelfde zoals het origineel. Alleen de binnenkant is veranderd. Mocht je dit huis dus leuk vinden en het willen hebben, het staat op Origin onder de hashtag Kimpuls. Ook onder de hashtag Perseelpuls. Ik hoop dat jullie een leuke nieuwe indeling vinden. Laat het me weten. En tot de volgende keer.